Goedendag dames en heren en welkom weer. Ja, vorige week een weekje vrijgenomen en vandaag moeten we eens even een waardeloze video maken. Allereerst aan wat schoonmaakwerk te doen. En ik had de... Björn is er vandaag ook, die is goed bezig. Doe zaagsel in de box. Lekker bezig joh! En maar goed, ik had de friskop van de hoogdrukspuit kapot, dus ik heb even een nieuwe. Zo'n gek ding, dat kan maar 50 euro kosten. Maar als je hem niet hebt, kun je ook niks. Ik heb een koetje in het hok, waarvan ik gisteren aan dacht dat die ging kalven. Maar nee dus. Verder gebeurt er vandaag niet zo heel veel. Björn is bezig, heeft net de boxen schoongemaakt. En is bezig zaagsel in te doen. En ik ga even een beetje de robot een beetje schoonmaken. En meer van die kleine klote klusjes allemaal.
zin. Niet fijn. Maar we hebben wellicht. En daar was het om te doen. Koe heeft ondertussen gekalfd. Ik heb dat helaas allemaal niet gefilmd. Druk. En nou denk je bij jezelf van, nou heeft de vent alweer een andere jas aan. Ja, dat klopt. Ik moet de auto ophalen. Ik had een ontzettende trilling in het stuur. En toen ben ik naar de garage gebracht. En dat bleek dus dat we aan twee banden, eentje voor, eentje achter, een puis bij aan hadden. Niet te zien met blote oog, maar wel te voelen. En daardoor kregen wij ontzettende trilling in het stuur. Dat is nog wel link, zeg maar. Dus met de garage die vlak achter. Dat is 10 minuutjes lopen of zo. En dat is op zich voor mij niet zo verkeerd. Hè? Dus ja, kerstkilo's er weer af. Nou, hier kom ik er ook nog even langs. Je ziet hier een plakkaat. Er staat op: crashlocatie Halifax bommenwerper. Op 14 mei 1943 stortte om 2 uur 53 in de nacht in het weiland voor u een Handley Page Halifax MK2 bommenwerper van de Royal Air Force neer. Het behoorde de 51 Squadron RAF en had een serienummer HR790 met romcode MHS. Het was om 23.54 uur opgestegen van Vliegveld Snaith in Yorkshire, Engeland, met als doel Bochum in Duitsland. Op de terugweg werd het toestel neergeschoten door een Luftwaffe nachtjager type Messerschmitt ME110, bestuurd door Hauptmann Wilhelm Dormann, met als radaroperateur Oberfeldwebel Friedrich Schmalscheid van het 3e NJG1, 3e groep nachtjachtgeschweder 1. Romcode G9, afkomstig van Vliegerhorst Twente. Buurman. De buurman komt langs. Die denkt hoe hij zichzelf zij aan doet. Stark, Emmes en Howell konden tijdig per parachute springen en werden krijgsgevangen gemaakt. De lichamen van de andere drie bemanningsleven werden in een wrak aangetroffen. Zij werden begraven op de algemene begraafplaats aan de Appelhofstraat in Wierden. Nu is er graf nummer A9 tot en met A11. En daar waren omgekomen zijn sergeant George Steer, Flight Sergeant John A.C. Jacobs, Sergeant Clement Stringer. En die het overleden hebben was een Pilot Officer George W.H. Byers, Flying Officer Robert H. Stark, Sergeant Dennis J. Emmes en Sergeant R.T. Howell. Daarachter staat dan wat hun werk dan was. En het vliegtuig staat er dan onder. En het was, dat was hier op dit veld hier voor mij. De batterij is leeg. Dus helaas, pindakaas. Maar hier was het. Nou ja, goed. De batterij was leeg. Zoals ik al zei in de video. Dat veld, dat ligt inderdaad 5 minuutjes lopen bij ons achter vandaan. Daar is inderdaad dus daar die bommenwerper neergestort. Daarom staat een plakkaat er ook. Opdat wij niet vergeten. En wat er toen allemaal gebeurd is. Wil je daar nog meer over weten? Je zag op de plakkaat staan Weerderden. Dat is het autorijkundig genootschap hier in de gemeente Wieren. Ik neem aan dat ze een website hebben. Ik neem aan dat er ook wat informatie over staat. Kom je nou zelf. De Nederlanders zullen er niet zoveel interesseren. Maar ben je nou een Engelse kijker? Want dit waren dan Engelse officieren. Engelse piloten die hier zijn omgekomen. Misschien vind je het interessant om dat te weten. Dan kun je daar even kijken op die website. Dat was hem voor vandaag. Ik zou zeggen, like, reageer en abonneer. En abonneer vooral, maar dat kost je geen fluit. En dat vinden wij Nederlanders vinden het fijn dat iets geen fluit kost. En volg mij op Facebook en Instagram. En let's make farming great again.